kennen elkaar zo lang, Robin. Laat me maar echt even binnen en ik wil met je praten. Ik bedoel, 10 jaar kennen we elkaar nu ongeveer. Ja, dat maakt toch niet uit. Dan moet je juist een beetje respect voor elkaar hebben. Niet de hele tijd door blijven zeuren als ik mijn grenzen aangeef, toch? Virtual reality inzet in de verslavingszorg kan op verschillende manieren. Je zou cliënten kunnen blootstellen aan een situatie waarin ze veel trek ervaren en dat ze leren daarmee om te gaan. Of dat die trek uitdooft. Wij hebben ervoor gekozen om vooral in te zetten op sociale vaardigheden versterken. Virtual reality is bedoeld voor iedereen die graag wil oefenen met communicatievaardigheden en nee zeggen. Bijvoorbeeld nee zeggen tegen een dealer, nee zeggen tegen familieleden die vragen stellen of waar andere dingen waar je graag een grens in aan wil geven en als je daar beter in wil worden. Virtual reality geeft je de mogelijkheid om eigenlijk heel dicht op het oefenen met dat gedrag feedback te geven. En vooral ook feedback in hele kleine stappen. Dus je kunt iemand daar 1 of 2 minuten mee laten oefenen en dan zeggen, oh, stop. En dan gaan we eens kijken, wat gebeurde er nou? En hoe vond je zelf dat het ging? Wat ging er goed? Waar ben je misschien minder tevreden over? En daar kunnen we zelf ook feedback aan geven. En dan een kleine tip geven hoe het misschien nog net even iets scherper neergezet kan worden. De verschil tussen virtual reality en andere technieken die we bijvoorbeeld in de CRA vooral oefenen, is dat het net even, het is net even iets echter. En cliënten zeggen van, het is net even meer de realiteit. Het verschil tussen virtual reality en andere methodieken zoals rollenspellen is dat je met virtual reality de situatie veel meer kunt laten lijken op de situatie van de cliënt thuis. Je kunt de omgeving aanpassen, de tegenspeler kun je aanpassen, de stem van de tegenspeler kun je aanpassen. En dat maakt dat de beleving veel realistischer is. Maar kijk, dat doe je dus iedere keer en je bent van de week al 4 keer blijven slapen. Dus had je dat dan toen ook kunnen doen, dus ja. Ik wil best voor je wassen, kom het er maar over 1,5 uur ophalen en daarna gelijk weg alsjeblieft. Ja, ik heb virtual reality wel als positief ervaren. Ik heb ook namelijk ervaring met echte rollenspellers, niet in een virtuele wereld. Het verschil is dat je in het echt ken je vaak degene waarmee het rollenspel doet. Als je het vergelijkt met virtual reality, dan heb je ook echt het idee dat je in een andere omgeving bent. Je ziet een persoon voor je staan die anders is, die je dus niet kent. Of die lijkt op een persoon waartegen je het wil oefenen. Ook is het wel mooi dat, laat maar zeggen, de stem van de begeleider die je kent vervormd wordt, zodat het niet hetzelfde is. Dus ik heb het wel, wat dat betreft zijn dat wel pluspunten. Of virtual reality deel uitmaakt van de behandeling, dat bepalen we gezamenlijk in het team. Bij bijvoorbeeld de overleggen waarin we het zorgplan bespreken. We kijken dan welke therapieën voor iemand geschikt zijn. Maar een cliënt kan dat ook zelf aanvragen via zijn persoonlijk begeleider. Als hij zegt van ik zou dat graag willen proberen of ik heb een situatie waar ik mee wil oefenen, dan kan dat ook op die manier. De situaties waarin je virtual reality in de verslavingszorg zou kunnen inzetten zijn denk ik divers. Het hangt niet zozeer samen met het soort verslaving of het soort middelengebruik. Ik denk dat eigenlijk elke cliënt hier wel voordeel bij zou kunnen hebben, maar met name die cliënten die hun sociale vaardigheden willen verbeteren. En dat is toch best een hele grote groep in de verslavingszorg. Het zal per persoon verschillen, maar kijk, de een zal er wat minder mee hebben als de ander, maar het is zeker het proberen waard, dus ik zou het zeker aanraden, ja. We passen virtual reality op dit moment nog in pilotvorm toe. Voor de toekomst zien we zeker mogelijkheden om dit nog wat verder uit te bouwen. Er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden denkbaar. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan ter ondersteuning van mensen die bijvoorbeeld een probleem hebben met de agressieregulatie of de emotieregulatie. Je zou ook kunnen kijken, we passen het nu vooral toe in een klinische setting, maar misschien zouden we ook eens naar de ambulante setting, naar een polyklinieken moeten gaan. Je zou het natuurlijk ook voor allerlei soorten problemen of psychiatrische problemen die mensen naast hun verslaving hebben kunnen inzetten. Hè? Dus voor angstklachten, voor somberheid worden er al dingen ontwikkeld. Dus er gaat eigenlijk een wereld aan mogelijkheden wordt er op dit moment ontwikkeld. En wij willen daar graag qua verslavingszorg helemaal aan vooraan staan. Omdat we denken dat dit wel de toekomst is om vaardigheden goed te trainen.
Kijk, dan kun je ons weer gewoon horen.